over het acrylverf gieten. Ik ga niet meer beginnen over een intro die ik heb geplaatst, want dat lukt dus niet altijd. Dat zien we vanzelf wel, of niet. Ik heb een tijdje terug heb ik deze gemaakt. Die heb ik niet gefilmd. Daar had ik wel foto's van gemaakt op mijn Instagram-account Lianes Paint. Daar werd heel goed op gereageerd. Alleen, dat ik een foto maakte, was hij nog nat. Dus was hij echt verschrikkelijk mooi. Maar het is geen schilderij. Het is een kaart die ik kon beschilderen. Dus deze stuur ik natuurlijk gewoon op naar degene die me eigenlijk heel graag wilde kopen. En voor haar ga ik deze met dezelfde kleuren. Nou ja, opnieuw hetzelfde krijg je natuurlijk nooit. Maar ik ga wel met deze kleuren aan de gang voor haar op een groter doek van 30 bij 24. Ja, dat is dat. Waarom ik deze heb liggen, weet ik even niet. Hij is, zoals je ziet, nu nog wel een beetje nat. Omdat ik hem dus met een spray-vernis heb ingespoten. Maar blijkbaar iets te veel. Dus daarom is hij nog wat vochtig. Maar hij was echt op de foto dus inderdaad zo verschrikkelijk mooi. Dus ik vond het wel heel, ja, heel leuk hoe erop werd gereageerd. Dat hij zei van, nou, die je net hebt geplaatst, die wil ik van je kopen. Nou, hoe trots kan je zijn als je dit doet? Dus hier deze ga ik proberen, nou ja, na te maken. Exact zal niet lukken, maar wel met dezelfde kleuren. Ik wil ook thans bedanken. Ik ben even haar naam kwijt, maar ik kreeg een hele leuke reactie over van mijn handschoenen die ik steeds wisselt. Zij zegt, zet een emmer water naast je neer en een doek. En dan heb je gewoon, als het goed is, een 1 paar handschoenen genoeg. Bedankt voor de tip. Daar ben ik heel blij mee. En sowieso vind ik de reacties heel erg leuk. Al zijn er natuurlijk nog maar een paar mensen die mij volgen. Ik geloof 36. Maar daar ben ik al heel dankbaar voor. Want ik doe het natuurlijk in het Nederlands. En ja, dat is natuurlijk een kleinere groep dan dat je het in het Engels doet. Maar ja, als ik in het Engels ga praten, denk niet dat daar mensen blij mee gaan maken. En ten tweede, dat ik hier zelf net mee begon, een half jaar geleden, zocht ik toch ook de Nederlandse acrylverfgieter. En dat kon ik niet vinden. Dus daarom ben ik dit ook begonnen. En ik ben dit begonnen omdat ik dus chronische pijnen heb. En eigenlijk bijna alleen maar lig. En het schilderen dus afleiding doe. En nu ook dus het filmen. Dus ik vind het sowieso heel leuk om te doen. Ik vind het nog steeds wel heel spannend. En een beetje, ja, eng dus haakjes. Maar we gaan gewoon door. Ik heb net dus de goud als eerste erin gedaan. En ik heb allerlei roze kleurtjes heb ik. En die ga ik er dus allemaal beetje voor beetje in doen. Ik had dat ook gedaan met een dirty pour. Nou ja, dirty pour houdt alleen maar in dat je dus al deze kleuren bij elkaar in een beker doet. En vervolgens uitgiet. En het uitgieten kan je op verschillende manieren doen. En ik ga dat dus door de bekende flip cup te doen. En dat is niet anders om zo meteen het bekertje op het canvasdoek te zetten en om te draaien. Alleen wat ik dan vaak wel moeilijk vind, is dat je natuurlijk dan wel het moet gaan bewegen om het, het canvasdoek helemaal vol te krijgen met verf. En dat vind ik vaak lastig, want door het bewegen raak ik heel vaak mijn cellen kwijt. Dus ik hoop dat ik het dit keer, ja, niet zoveel hoef te bewegen. En wat gewoon ook is, je moet gewoon de tijd nemen om te bewegen. Je moet je gewoon niet te snel willen doen. Wat ik dus wel meestal doe. Dan, ja, als je gewoon te snel beweegt, dan trek je die cellen uit elkaar. En vervolgens trek je ze ook stuk. Ik heb trouwens hier buiten die kleuren roze zit goud, koper en brons. En dat geeft dus dat mooie glittertje. Oeh. Oh, ik wil iets minder paars doen als tegenkleur, maar vooruit. Nou, doen we een beetje die erbij. En dat goud gaf dus in die andere, dat het dus net nat was, een heel mooi effect. Nou, en ik heb dus de verf een beetje hoger ingeschonken. Zodat er ook al in de beker, zoals je dat al ziet, een beetje een vormtje komt. Kijk, hoe hoog je het erin giet, hoe meer daar gebeurt in dat bekertje. Ik stop hem lekker vol, want wat ik ook heb gemerkt, je kan beter te veel verf hebben dan te weinig.
En van het verf wat je over hebt, wat dus hierop valt. Ik heb hier voor papier, in het Amerika hebben ze allemaal dat freeze papier, maar ik kan dat in Nederland dus ook niet vinden. Dus dan maar met bakpapier en dan kan je het laten drogen, waar je dus een soort van skin, zoals ze dat noemen, van die, ja, zodat je dat vel over krijgt. Waar je dus hele leuke beneden dingen mee kan doen. Maar dat komt ook een keer in een video. En wat ik zelf het leukste vind, als het zometeen allemaal hier op ligt, om er nog meer verf erop te gaan doen en dan gewoon zo een doek erin te laten vallen. Maar dat laat ik ook een keer zien. Nou, mijn beker is aardig vol. Er is al wat aan de hand, dus ik ga niet met een stokje een draai maken, een swirl. Dat kan je soms ook doen, maar er zit er al genoeg in. Ik pak dus mijn canvasdoek, ik draai hem om. Zoals je ziet trouwens, is dit wit. En canvas is natuurlijk een beetje beige. Dus dit houdt in dat er al een gessolaag overheen zit. Dat hoef je dus niet te doen. Sommigen vinden het wel prettig werken. Ik vind het... moet ik wel zeggen, zoals ik, hoe ik het nu doe, vind ik dat vloeit het verf wat minder. Niet als je zoals nu heel veel verf in je beker hebt zitten. Maar heb je net te weinig verf, dan ja, vloeit het minder goed. Maar ja, aan de andere kant, als het weer heel erg vloeit, als je hier dus al verf hebt gedaan, dan gaat het tijdens het drogen nog meer uitvloeien. Dus dat gebeurt ook vaak als je een werkje doet met het negative space. Dus dat je dus wat ruimte overhoudt voor één kleur. Maar als je dan dus die dirty pour, zo al die kleurtjes bij elkaar doet, en het is nat eromheen, dan kan het nog allemaal uitlopen. En dan hou je niks van je negative space meestal over. Maar dat heb ik ook in andere video's laten zien. En dat komt vast nog wel een keer. Nou, nu staat de beker al eventjes. En dan ga ik hem niet zo optillen, want dan druppelt het er allemaal in. En dat is niet zo mooi. Dus ik ga hem duwen. En dan trek ik hem terug. Wow, het is inderdaad wel heel erg veel verf. Oh, oh, hier blijven. Nou, en dan is het nu. Hier laat ik maar even staan. De kunst, want kijk, ik heb dus heel veel cellen. Ik hoef in principe nu dus niet mijn crème brûlée brander, de bekende torch, te gebruiken. Omdat er zit hier siliconen in, maar ik heb dan dus de dimeticone in plaats van siliconenspray. Normaal ga je met die brander het opwarmen, zodat dus inderdaad het verf gaat reageren, waardoor je dus cellen krijgt. Maar die heb ik meer dan genoeg. Het enige wat ik op moet letten is dat ik nu geen luchtbelletjes krijg, want dan moet ik hem wel gebruiken, want anders worden dat gaatjes. Ook moet je opletten dat je niet te veel verf op je doek hebt zitten, want dan gaat het tijdens het drogen gaat het breken. En eigenlijk, zoals je nu hier ziet, zit ik een beetje met die hoek, had ik eigenlijk noemen, dat is zo'n catch corner. Dat kan je gewoon van karton, kan je hier zo'n hoekje maken, zodat je dus niet te veel verf verliest. Maar die ben ik dus weer vergeten, dus ik doe het nu maar met mijn hand. Oké, dan gaan we nu voorzichtig die kant op. Nee, er gebeurt heel veel in dit. Zie ik in de verf. Nou, dan moeten we dit hoekje doen. Nou ja, er zit sowieso veel verf op, dus er moet gewoon toch wat verf af. Maar ik wil niet dat mijn cellen dus te groot worden. Dan gaan we naar die kant op. Dus je moet ook een beetje geduld hebben als je dit doet. Omdat anders, als je dit weer te snel doet, dan rek je ze ook uit. Ik heb echt voldoende verf erop zitten. En daar ben ik toch wel heel blij mee. En daardoor vloeit het allemaal wel wat makkelijker. Kijk, en nou zijn deze hier, dit vind ik niet echt mooi. Maar ik moet eerst die hoek gaan doen voordat ik kan gaan kijken wat ik niet mooi vind en het eraf kan halen. Maar als ik dat nu al ga doen, dan is de kans groot dat ik voor deze kant niet genoeg verf heb. Oh, kijk, en nu zie je in het midden, zie je dit, wordt al helemaal opgerekt. En dat vind ik altijd een beetje jammer. Maar aan de andere kant komen er ook weer nieuwe cellen sowieso in. 2, ja, nou.
nou is hij helemaal bedekt. Ik moet nog wel even de randjes doen. Maar dat doe ik zo meteen wel als de camera klaar is. En nou vind ik dit gedeelte heel mooi. Maar dit vind ik iets minder. En er zit gelukkig genoeg verf op. Maar dan moet ik hem alsnog langzaam doen. Want anders ga ik ze alsnog de cel opbreken. Dat is dus gewoon het gevaar met het heen en weer bewegen. En dat is volgens mij ook de reden waarom veel mensen geen cellen hebben. Omdat ze gewoon te veel bewegen om het canvasdoek maar te bedekken. En als je dus ziet, had ik dit dus van 30 bij 24. Had ik dus echt een beker, zo'n plastic beker, vol verf nodig. Want er ligt wel aardig, maar je ziet dat het toch makkelijker werk is op deze manier. Dus ik ga nu nog een heel klein stukje dit eraf halen. En dan ga ik toch mee stoppen voordat het helemaal... Kijk, want... Nou ja, je ziet dus nu heel duidelijk de verschillende cellen. Kleine, mooie, ronde cellen, wat uitgerekte cellen. Wat van die rare, zoals je hier ziet, een beetje aparte dingen. Maar, kijk. En nu hebben we dus van deze vieze handen. Dus die ga ik nu even in mijn emmertje doen. Waar ik iets meer water dan in had moeten doen, merk ik. Maar, zo. Hup. Doekje erbij en ik kan mijn handschoentjes weer gebruiken. Wel een oude doek, want ik krijg het er nooit meer uit. Nou, helemaal schoon zijn ze natuurlijk niet, maar ik kan ze wel gewoon nog gebruiken. Ik ga toch deze gebruiken voor het geval er... Ja. Ik ga het toch, omdat er kunnen toch een paar luchtbelletjes in zitten. En er kunnen natuurlijk ook nog... misschien in die grotere cellen een paar kleine celletjes komen. Let op, dit lijkt alsof ik die brander heel kort op het doek heb zitten. Maar die zit er hoog op. Dit had ik eigenlijk korter moeten doen, zie ik, want er gebeuren nu wel heel veel kleine celletjes. Maar let dus op dat je die brander hoog ophoudt en dat ik dus ook langzaam het verf opwarm. Want anders krijg je... Dus dat het verder verbrandt. Ja, ik kan dat niet vaak genoeg waarschuwen. Omdat ik die fout in het begin regelmatig maakte. Nou, ik weet niet of het goed te zien is. Maar het zijn een heleboel celletjes en mooie kleuren. Dus Natasja, als je kijkt. Ik hoop dat je het mooi vindt. We weten natuurlijk altijd afwachten hoe het opdroogt. Want die andere is natuurlijk ook anders gedroogd dan we dachten. En ik ben benieuwd wat je hier vindt, Natas. Ik lees het graag in de reacties. En deze plaats ik ook op mijn Instagram-account. En ik wil je hierbij bedanken voor het kijken. Ben je benieuwd hoe ik me verder ontwikkel met het acrylverf gieten? Op allerlei verschillende manieren. En het filmen. Dan zou ik het leuk vinden als je je abonneert. Vind je dit een leuke video? Geef me dan een bekende duimpje. En wil je precies weten wanneer ik een video online plaats? Doe dan een belletje. Ik zal minimaal 2 keer in de week een video plaatsen. Ik denk op zaterdag en dinsdag. Woensdag. Dat laat ik nog even weten. Daar ben ik nog niet helemaal uit. En nou, ik zie dat dit heel erg gaat werken. Er komen hier een heleboel kleine celletjes bij. Maar dat zie je nu op mijn Instagram account Liane Speent. Dus ik zou zeggen, tot een andere keer. Maar weer. Doei!